Justin, we staan hier voor mijn prachtige basis. En wat leuk dat je er vandaag weer bent, hè. Ik ben eindelijk blij dat Robin is ingeruild voor jou. Hij was toch vermist vorige aflevering. Hebben we hem ingeruild voor jou. Ik vind het echt leuk. Hoe is het met je? Goed. Ja, ik heb een paassleutel ook. Die wil ik vandaag eventjes gaan gebruiken. Weet je wat ik heb? Nou, je hebt ook een paassleutel. Ja. Zullen we anders die paassleutel gewoon even gebruiken? Ik ga het niet weggooien, toch? Nee. Oké. Kom maar, Justin, ik laat wel even zien waar het moet. Je hebt natuurlijk tegenwoordig in Skyblock heb je een nieuwe sleutel. Dat is namelijk de paasle... Oh nee, je bent er weer. Ja. Oh nee. Oh, dan ga ik weer. Nee, ik wil jou alsnog deze aflevering wel hebben, Justin. Hey, hallo, jij was vermist? Ja, zeker. Waar was je gebleven vorige aflevering? Vermist. Waar? Ja, ik weet het heel eerlijk gezegd ook niet meer, want ik weet niet wanneer dat allemaal was. Oké. Hey, we hebben hier een nieuwe kreet, de paaskreet. En daarin, laten we even kijken wat erin zit. Je kan allemaal diertjes winnen. En het lijkt mij leuk om een collectie te starten. Wie ben jij? Wat ben jij voor rare Steve? Is dit een normale Steve? Maar het lijkt mij leuk om een collectie te starten. Bijvoorbeeld als ik 2 van 1 heb, dan kan je natuurlijk laten breeden en zo. En uiteindelijk lijkt het me leuk om van alles eentje te hebben. Of gewoon om gems te krijgen of weet ik wat. Dus wie gaat er eerst? Ik. Ga jij maar eerst. Daar ga ik al. Oh jee. Ja. Wat krijg je? Dit, ja. Dat meen je niet. Wat heb je gekregen? 300 tokens. Oh, nou, dat kan je toch gebruiken? Dat is toch goed? Gefeliciteerd, jongen. Wil ik een keer een spaan-ei? Gefeliciteerd. Wil ik een keer een spaan-ei krijgen? Nou. Weet je, ik ga wel. Ik ga kijken wat ik krijg. Komt-ie. Nou, ik ben heel benieuwd. Oh, dit is een hele andere kreet. Deze gaat heel anders. Oh. Een kat! Maar ik heb wel zoveel katten op mijn eiland. Maar nu hebben we een echte kat. Ik had er... Robin. Ja? Niet schrikken, maar Frederik zit achter je. Mooi. Oké, Justin, nou, jij Justin, bent. Nu jij. Ja. Ik ben benieuwd wat je krijgt. Oh ja, alleen maar Justin's beeld zien we niet. Dus nee. Stom, Justin. Wat krijg je? Hij kan dus gewoon liegen. Oh, is dat een panda? Ja, dat was een panda. Heb je nou een panda gekregen? Ja, voor mijn eigen eiland. Justin is naar op mijn eigen eiland toe. Ah. Nee! Ja, oké, ik weet je, dat verdient hij wel. Hey Robin, ja, laten we weer naar ons eiland gaan. Ga jij maar weer naar je boom der bomen, der bomen, der bomen. De heilige grote bomen. En dan, ik heb een cadeautje achtergelaten vorige aflevering op je onderste eiland. Kijk maar wat het is. Ja, want wist jij dat ik sinds die video helemaal niet op mijn eiland ben geweest? Echt? Ja. Oh mijn god, ik ga naar mijn eigen eiland doen. Justin, waar ben je? Kom je naar mijn eiland? Hoezo? Hier, welkom. Nee. Ik ga mijn kat, ga ik samen laten leven met de andere katten. Daar komt hij. 3, 2... 1. Het is een kat. En hij is grijs. Hij matcht mooi met de grijze rand van mijn stoep. Kan ook lopen? Oh, mijn god, hij is in één keer weg. Wacht, ik moet naar binnen. Kom maar. Hier, de deur is voor je open. Kat luistert toch niet. Mijn god, alle katten gaan naar binnen. Zo. Hey, Justin, ik heb een leuke taak voor jou vandaag. Ja, de eerste helft van de video mag je bij mij zijn. En de tweede helft van de video mag je Robin helpen. Zo werkt het weer vandaag. Oké. En ik heb al een perfecte taak voor Justin. Echt? Ja, Justin, ik heb ook een heel goed idee. Degene die mij het best verzorgt, krijgt de panda. Oké, dan heb ik echt iets prachtigs voor je. Wacht, ten eerste hier. Ja, dan vervalt mijn taak, dan doe ik het zelf wel. Dan betaal ik je eerst hier bij Justout 1 miljoen. Hoppakee, zo. Ja, hier heb je 1 miljoen. Oké. Dank je wel. Waar moet de panda neerzetten? Ja, doe maar hier, die is wel een mooi plek. Dank je wel. Nee, maar ik moet... Oh, dit is zonde. Hij had zoveel mooier bij Robin's... Ik denk, hij loopt er even af. Hij had zoveel mooier bij Robin's omgeving gepast. Robin heeft echt een panda-omgeving. Panda-vriendelijk. Nou, en ik heb hier maar weet je wat het pretpark. Is? Het is helemaal niet erg, want Justin zei wie mij het best verzorgt. Dus ik mag Justin helemaal afrachen. Want ik krijg die panda toch niet meer. Dus, mensen op mijn scherm, jullie zien al wat een leuk klusje is voor Justin. Ik kijk ernaar. Omhoog en omlaag. En, niet de boom der bomen weghalen. Niet de boom der bomen. Ik ben volgens mij niet met jou aan het praten. dit varken staat hier ook nog steeds. En ik ga eventjes kijken wat het cadeautje is wat Max heeft achtergelaten voor mij. Ja, ik kijk hier naar beneden en het zijn blokken. Bedankt, Max. Ja, nee, het zijn netherite blokken. Oh ja, nee, daar heb ik inderdaad veel aan. Netherite heel blokken. Lang om weg te halen, gast. Ja, dat klopt. Het is heel traag. Het is meer dan een beetje het dubbelop, dacht ik, de afloop. Je hebt er op zich wel veel aan, maar ook weer niet. Even kijken. Ik ga dit even weghakken. Waarschijnlijk
tegen de tijd dat de video... dat ik dit allemaal heb weggehakt, is de video klaar. Dus ik zie jullie aan het einde van de video. Tot zo. Jullie gaan kijken naar Max. Oké, Justin, welkom. Ja. Ik heb twee taken voor jou. Ten eerste, dit hout hier... Ik vind het leuk, die hokjes, ik wil ze heel graag houden. Maar dit hout hier matcht niet. Dat merk je ook wel, hè? Dat matcht niet met de rest. Dus het lijkt me leuk, omdat jij met je eigen artistieke brein... mag jij een ander kleurtje uitkiezen. En dan moet het design een beetje hetzelfde... Elf, hey, Luc was hier. Moet het design een beetje hetzelfde zijn en allemaal die dingetjes, weet je? Ja. Maar in principe moet dat hout veranderd worden. En dan moet je dit kopiëren met lantaarnpalen en al. Naar, komt ie, de andere kant. Hoezo? Ja, gewoon. Dat is jouw taak voor vandaag. Dat vind ik een leuke. Dan mag je zeg maar... hier moet hetzelfde gebeuren. Lantaarnpalen en al en entreehokjes. Maar hier zijn ook katten. Niet meer. Nee! Oh, ik heb er eentje opgepakt. Oh, gelukkig. En dan dit gat moet ook gedicht worden. En dan mag jij... Dit, heb jij een eigen plekje mag je kiezen voor deze, oké? En dan dit gat moet gedicht worden. Ik ga het nu weggooien, toch? Eigen plekje? Ja, plaatsend. Oh, sorry. Je moet hem ergens plaatsen waar je wilt. Dus hier weer... Holle magisch. Nou, daar is niks. Daar beneden boven. Wist ik. Oké, dan ga ik, terwijl jij dat gaat doen, heb ik een andere taak voor mezelf, jongens. Dat is namelijk, er moet hier moet een beetje ingericht worden. En ik denk dat ik die gaten hier mogelijk weg ga halen. Want of ik ga hier gewoon van deze verdieping gelijk een trap maken, dat hier verder niet echt iets nuttigs is of zo. Want ik vind het glas hier wel heel cool. Vooral vanaf deze verdieping dat je zo naar boven kan kijken, vind ik heel leuk. Waar is mijn kat trouwens? Hallo, kat? Waar is mijn kat? Ik had de... Oh, daar ben je! Moet wel een nametag hebben eigenlijk. Kan je een nametag kopen in de shop? Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Ik denk niet dat je een nametag kan kopen. Misschien verkoopt iemand er eentje op Marktplaats. Ja, iemand verkoopt er een voor 15.000. Weet je, ik heb genoeg geld. Ik koop er wel gewoon een. Oké, Justin, heb ik nog een leuke taak voor jou. Hoe wil je... Je mag een naam bedenken. Hoe wil je dat de kat gaat heten? Wastafel. Vast? Serieus? Ja. Wastafel? Ja. Oké, prima. Dan moeten we even een N-fil plaatsen. Die plaatsen we hier bij de rest. Hier zo. Mijn naam is met heel welke goed. Hoofdletter W, hoofdletter T? Ja. Spatie? En hoofdletter L. Spatie ook? Ja, maar volledig spatie. Oké, okay, en dan... Nee, spatie tafel... volledig. Hoe bedoel je spatie volledig? Ja, gewoon spatie. Ja? S-P-A. Oh, was. Dus was, spatie, tafel. Tafel met de V of met de F? Mag ik zelf weten. Doe het met de F. Wastafel. Zo, waar ben je, kat? Hoppakee, waspatietafel. Vind ik een leuke naam voor hem. Wat, maar moeten we ook even temmen. En ik, maar ik heb gelukkig genoeg visjes. Want ja, ik vis elke aflevering. Waar zijn jullie vissen? Oh, dit is stom, dan kan ik hem temmen. Nee, dat maakt niet uit, dat vindt hij lekker. Kom maar, kijk. Ja, ik heb wastafel getemd. Eigenaar? Nu staat hij is eigenaar van de server geworden. Wat, hoe kan dit? Wasmaatsietafel is eigenaar. Wat is dit? Hoe kan dat? Robin, hoe is het met Netherite? Ja, heel leuk. Heb je Netherite geplaatst? Netherite. Van die blokken. Ik zit op 36 blokken. Ik ben nu twee kanten zijn er klaar. Oh, wat erg. Het kost zoveel tijd voor jou om dit weg te hakken. Ja, in de tijd dat jij al heel veel hebt gedaan, heb ik eigenlijk gewoon nog niks gedaan. Dus, ja, ik heb nu een kat die eigenaar is geworden van de server, waspatietafel. Ja. Ik wil dat de vogel die moet moderator worden. Justin, wil jij mijn naam geven? Die moet moderator worden. Wacht, ik koop wel de spullen voor je. Ja, is goed. Vast wel iemand die nog een nametag verkoopt. Oh jee. Nee. Nee. Er staat geen nametag meer te koop. Ik meen het. Wacht. Heb ik die niet ergens ooit opgevist misschien? Dat is wel iets wat je op kan vissen. Ik heb nog wel een nametag, denk ik. Echt? Ja, ik denk het wel. Ik zal eens even kijken. Kan je eens kijken? Oh, ik heb er ook nog één. Hier, ja. Ik heb er inderdaad nog één. Maar ik wil er sowieso nog één, dus kijk maar naar misschien. Oké, ik ga hem op Marktplaats zetten. Oké. Die gaan veel te duur waarschijnlijk. Oké, Justin, hoe moet die heten? De vogel. Volgens mij had hij al een naam, maar krijgt een nieuwe naam. Ben ik klaar voor? Ja? Brievenopener. Brievenopener. Zo. Hij staat op Marktplaats. Oké, top. Dan Justin, jij eerst even hier de brievenopener geven aan het vogeltje hier. Dan wordt hij volgens mij moderator van de server, denk ik. Even kijken. Het vogeltje. Hij is ook eigenaar! Nee! Dan moest jij hem de name gebruiken. Nee! Nu is brievenopener ook eigenaar van de server. Kan dat nou? Oh mijn god. Oké, laten we op Marktplaats kijken. Robin heeft een nametag voor 1,2 miljoen. Nou, ik heb hem gekocht. Ah, kijk jongens, en zo maak je makkelijk geld. Maar ook al, kijk, weet je, ook al is het geld wit gewassen, maakt dat maar niet uit, zo verdien je geld. En jij weet niet dat het wit gewassen is, dus jij kan het gewoon gebruiken. Max, bedankt. Geen probleem.
Mijn hond heet Sjors, maar die mag geen eigenaar zijn. Maar ik weet niet wat ik met deze nameteken moet. Ik ga mijn kikkers namen geven. Nee, dat moet ik doen. Dan heb je ook een modder eten. Oh ja, noem ze. Kom hier, kom hier. Kijk, ik heb een hele leuke naam voor de kikkers. Hier, ik drop hem. Wacht, hier. Noem ze. Geen levels. Je hebt geen levels. Nee. Nul. Nul. Ik ga kijken hier, wacht. Ik maak niet uit, komt ie. 15.000 euro. Ik ben een big spender deze aflevering. Hier, de kikkers krijgen ook een beetje levels. Hier, alsjeblieft. Dank je, dankjewel. Ja, dat is genoeg, joh. Nee, joh, meer. Meer. Nog meer. Wil je ook een beetje hier? Jullie krijgen iedereen. Iedereen krijgt level. Wat is een detail in Minecraft? Ik wist niet dat dat kon. Ik ook niet. Je kan dus blijkbaar XP bottles op een bel gooien. Oh. Huh? En dan gaat hij af. Oh, de laatste was het ook. Dan gaat hij ook echt af. Oké, noem hem kikker, maar dan met de O. Kikkor. Wat origineel. Noem ze alle 8 kikkor. Ik vond kikker, kikkor. Kikhor. Met de H ertussen. Kik en nog een K en dan hor. Met 2 O's. Kikhor. Kikhor. Maar waarom... Waarom is hij nu... dat is stom. Waarom is het geen moderator? En hij toch 1K moet hebben. Kikhor. Ja. Nou, weet je, ik vind het prima. Kikhor. We hebben hier nu 8 keer kikhor. Ik vind het helemaal prima. Laat ik ook beginnen een beetje met progressie. Want ik heb inmiddels 2 miljoen uitgegeven. En dan... We hebben ook een panda die natuurlijk een naam moet je stellen. Nee, maar ga jij maar verder bouwen. Ik ga nu ook een progressie doen. Daar wil ik wel even op inhaken. Want ja, wat jij zegt, Max, dat is toch wel inderdaad het leukste van deze serie. Progressie maken. Ja. En ja, daar wil ik mezelf helemaal bij aansluiten. Ik heb ondertussen nog steeds niet alle netherite blokken weggehaald, namelijk. Hoezo niet? Hoezo niet inderdaad? Waarom doe je dat niet gewoon? Ik doe gewoon je best. Ik ben meer dan je alleen best maar bezig. Ik ben druk bezig. Waarom zijn er ook zoveel? Ja, jij wilde ze. Wat? Ja, jij zei, hey Max, ik wil graag een cadeautje van je volgende aflevering. Ik ben wel benieuwd wat voor cadeau dat nou echt is. Een netherite blok heb ik op zijn eiland geplaatst. En hij wil ze weer niet, die egoïst. Nee. Dus haalt hij ze weg. 68 netherite blokken, lelijk geplaatst. Ha! Het valt bijna in de wereld omdat jij een blokje modder hier hebt weggehaald en niet terug hebt geplaatst. Ik heb niet eens meer modder. Max, ik vind het een kwalijke zaak. Waarom? Weet je hoe lief ik het bedoelde? Nee. Ook zelfs Justin kan inzien dat je dit niet... Je hoeft zo niet. Je kijkt de aflevering terug. Ja, ik was heb echt met goede intenties heb ik het gedaan. Nooit gemeen nee, bedoeld. Nee, het is weg. Nou, dat vind ik sneu. Het is weg. Het is weg. Het is weg. Ja, file. Dan kunnen we eindelijk beginnen met... file? Wat nou, file? Ja, ik weg. Dat misschien is file, maar... Miscommunicatie. Wat heb jij nou in hoofd? Hij zegt vaak jongens, weg. Het is hier toch veel te laat voor. Ik heb een trap gemaakt. Ik vind het oprecht best wel leuk. Dan gaan we hier iets maken waar je niet kan komen. Ja! Jongens, dan is deze verdieping is gewoon puur voor de sier. Dan kan je hier verder kan je hier gewoon niet normaal komen of zo. Wat maak je dan? Leuk zeg, zo'n attractiepark waarbij delen waar je niet kan komen. Ja. Jongen, het is sier. Dat is iets waar ik over nadenk. Hé, hey, Max, ik zit nu al 10 minuten blokjes te hakken met mijn vuist. Heb je toevallig ook een pik, hè? Heb je serieus? Nee, ik heb niks. Had al even gezegd. Pak maar wat je wil. Ja, nee, ik dacht... Je mag pakken wat je wil, waar jij je fijn bij voelt. Zo wel een druk dier. Ja, die dier is echt bizar, hè. Ik heb water nodig. Ik heb ook zeg maar een hele Skyblock, zeg maar, het concept van Skyblock heb ik ook gewoon achtergelaten. Ik heb geen cobblestone generator meer, die heb ik ook bijna nooit gebruikt. Ik heb geen water meer. Ik ga hem toch een binnentuintje maken, dat wilde ik namelijk heel graag. Gezellig hier die kisten open, Justin. Ja, ik zoek iets. Ik ook. Gelukkig kan je water kopen. Kijk, nu ziet het trappenhuis er gewoon een stuk beter uit, jongens. Heb je hier gewoon... Dan kan je naar beneden springen als je wilt. Ga je natuurlijk niet doen, maar het kan. En dan hier dacht ik, als we hier nou gewoon een beetje groene dingen toevoegen, zoals dit. Kijk, zo. Hoppakee. Hier ook onder. En dan misschien hier zo. En dan... Oh, ja, dit ziet er leuk uit. Maar ik spring even omhoog. Hé, dat is top. Het ziet er goed uit, Justin. Ja, goed bezig. Hè? Heb je ook gekeken of dit klopt qua lengte en zo? Tuurlijk. Ja? Zal ik even het controleren voor je? Nee, hoeft niet. Volgens mij klopt het af. Volgens mij heb je geluk. Nee, dat is gewoon kennis. Ik heb veel kennis, snap je? Daarom ziet het er zo ongelooflijk goed uit. En dan doen we hier wel gewoon nog water. Ja, wat wou je zeggen, Justus? Sorry. De prijs van de suikspin is wel echt... Maar je denkt, jezus, ik kan niet Ja, die zo. Is duur, hè? Ja, dat snapte ik ook niet helemaal waarom die zo duur was. Wie heeft het gemaakt dan? Ja, Robin. Ja, maar dat is kwaliteit, jongens. Ja, dat is kwaliteit. Over kwaliteit gesproken, jullie zijn weer terug op mijn eiland. Al die netherite-blokken, die zijn weg. Heb je eindelijk? Ook die boven je bovenste verdieping gekeken al? Wat? Heb je ook gekeken naar die op je bovenste verdieping? Wat heb je nou op mijn bovenste verdieping Nee, gedaan? Helemaal niks, grapje. Ja, nee, dan ga ik ook kijken, zit er wat in die ding? Dispenser? Nee, oké. Niks. Nee, ik zei toch ook, grapje. Dat varken ook, dat staat hier ook maar, hè? Ja. Max? Ah!
Hey, Justin. Mag ik jou ergens om een gunst vragen? Ja. Ik zou graag willen... Ja? Dat jij... Ja? Nee. Ik ga dat nog helemaal niet zeggen. Oké, dat hoeft ook niet. Nee, ik ga dat nog helemaal niet zeggen. Dat bewaar ik voor de volgende aflevering. Voor de volgende? Wat ga je bewaren voor de volgende aflevering? Wat ik tegen jou wil zeggen. Wat wil je zeggen? Wat ik jou voor wil inhuren. Op mij wil inhuren? Maar ja, je krijgt Justus zo meteen. Nee. Hallo. Ik stuur je trouwens nog wel een factuurtje als ik je Justin stuur. Als je mij niet... Ja, ik ben best duur, prijzig, een miljoen. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ik was echt een miljoen. Ja. Die heb ik jou net gegeven, dus je kan niet zeggen dat je het budget niet hebt. Nee. Jullie vinden jezelf wel heel grappig, hè? Ja, moet ik wel zeggen. Soms wel, ja. Maar je moet jezelf ook grappig vinden, hè? Ja, anders kijkt niemand op YouTube, dus weet je. Oh, dat is de reden. Max, je hebt een karig aantal spulletjes. Ja, ik heb... Zit in de nood. Dat is het pretpark. Het pretpark gaat niet zo goed. Nee, dat kan ik zien, ja. Overal en ergens staat wat, ja. En dan denk ik, nou, het zal hier wel in liggen. Nee. Dus weet je wat, het ziet er in ieder geval goed uit, het pretpark. Ja, maar waar heb jij je baksteentjes? Ja, die heb ik niet. Nee, jawel, die heb ik wel. Misschien dat ze buiten liggen. Er liggen ook nog wat kisten buiten. Ja, ik loop al 100 rondjes. Wat is dit nou weer voor bordje? Abonneer op Like a Walnut. Ga weg! Huh? Waar? Ja, op mijn eiland, Max. Doe niet alsof je er niet vanaf weet. Nee. Dat heb ik oprecht niet gedaan. Ja, dat zal allemaal wel. Nee, ik heb dat oprecht niet gedaan. Ja, nee, maar nou heb je het weer voor elkaar, nou zit het er weer in. Nee, weet je, ik heb dat niet gedaan. Het zal wel allemaal, weet je. Ik ga verder ik beloof met mijn eiland. Nee, je belooft helemaal niks. Ik beloof wat. En dat is een mooi eiland. Beter dan jij. Dankjewel. Ik koop weer veel. En wat gaan we doen? We gaan hier iets heel randoms van maken. We hebben natuurlijk, boven hebben wij het mooie, prachtige, Aziatische huisje. Ah, ja, daar prachtig. Ga ik volledig van afstappen. Dat is daar voor boven. Dat ga ik daar boven doen. Maar hier beneden komt wat anders, Justin. Oké. En wat daar komt, is mooi. Ja, dat was even wat ik wilde zeggen. Mooi. Heb je ooit overwogen om YouTube te worden, Robin? Nee, wat dan? Ja, gewoon de manier waarop je praat. Dat is echt verschrikkelijk. Ik ben een beetje verkouden. Nee, dat is goed. Is dat het? Nee, het is goed. Hou op, man. Wat? Nee, geef ik vertrouw je compliment. Het niet. Nee, ik vertrouw het niet. Ik geef je compliment. Ik vertrouw het niet. Ik vertrouw het lekker toch niet. Jou. Waarom niet? Nou, omdat... er wel eens vaker is wat voorgevallen. Er is wat voorgevallen. Ik had toch van opvangen. Justin, niemand vindt je grappig. Nee. Ik hoorde iemand lachen. Ja, dat was ik. Hoe staat het ervoor met dit? Ja, het wordt duurder en duurder natuurlijk. Het wordt duurder en duurder. Ja, deze kant is duurder zeker. Ja, hier doen we nog wat boomiel, jongens. En dan, kijk, dan hebben wij hier een soort binnentuintje toch gecreëerd hoe ik dat ooit wilde. En dan hebben we ook gewoon een trap gelijk naar deze verdieping. Aan de andere kant wil ik geen trap maken. Daar wil ik gewoon een dicht dak hebben ook zo, weet je. En dan misschien dit glas hier weghalen dat je hier ook niet zo naar boven kan kijken. Maar dat je dat alleen... Hou nou eens op, Robin. Je praat precies door me heen. Sorry. Ik een beetje onbeschoft dat je dat op die manier doet. Ja, het spijt me. Maar dan gaan we wel meteen even hier verder. Ja, dankjewel. Ik heb hier een layout gemaakt. Of in ieder geval een layout. Een beetje een, ja, vormpje. En misschien dat jullie het al weten. Maar we gaan een soort van kasteeltje hier ook weer maken. Met op elke hoek een toren. Met een mooie poort ertussen. En dat is dan de opening en... het begin van het mooie landschap wat hier achter gaat komen. Er komen grote bergen. Er komt het hele Himalaya-gebergte, is er niks bij, Max. Oké. Okay. Dat was het weer. Jij, Justin, waarom krijg je damage? Honger! Je krijgt damage omdat je honger hebt hier. Ja, dat is echt vreemd. Rauwe visjes. Dank je. Ik hoor in één keer telkens damage. Ik denk, wat gebeurt er? Wat is Justin? Die gewoon niet eet. Ja. Nee, weet je hoe dat komt? Ja, omdat je honger hebt. Ja, omdat ik niet word verzorgd. Jawel, je wordt hartstikke goed verzorgd, man. Ik heb je een miljoen gegeven. Koop er wat eten van. Oh, dit is mooi, jongens. Ik ben nu een tapijtje erin aan toevoegen en zo. Dit is grandioos. Zoals een wijsman ooit zei. Welke wijsman was dat dan? Ik, 2 seconden geleden. Het ziet er gezellig uit, deze verdieping nu. Nou, nee hoor. Jongen, waarom doe je nou zo gemeen af en toe tegen mij? Ja. Soms... Hier. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Op de 6e begint hij, jongens. Interesseert niemand. Dus dat zie je hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan begint de toren. Als jullie... Ja, maar weet je, misschien willen mensen dit wel nabouwen. Denk het niet. Nee, denk het ook niet. Nee. Ik zie niet zo snel waarom iemand jouw dingetjes naast zou willen bouwen. Ja, leuk, Mark. Kijk, jongens, doen we zo. Daarop en dan zo. Dan hebben we dit ook dicht. Oh, dan hebben we ook gewoon een doorgangetje. Hoppa! Kijk, dit ziet er goed uit. Zo, dan kom je hier in dit gedeelte. En dan loop je hier doorheen. Kom je in dit gedeelte. Dit mag misschien wel even... iets meer open zo. Dan hebben we het namelijk iets ruimer. Oh, het ging wel heel snel. Die kelsite loop je zo snel. Hoppakee. Nou, kijk, dit voelde ruim toch? En de doorgang hier is ook gewoon even wat mooier nu. Ja, dat vind ik een goed idee, dit, wat ik hier heb gemaakt.
Wat heb je gedaan? Ja? Moet je maar eens kijken als je door hebt. Entree, kaarten gratis. Naar deze kant moet je ze kopen. Ja, maar als dan men dan niet door heeft. Marketing. Dan betalen ze aan die kant. Slim. Ja, maar weet je wat je dan doet? Dan zet je hier echt een agressieve manier neer. Ja? Je echt je hele helemaal in de kei wilt rammen, ja? Ja? Aan de andere kant gewoon een hele leuke dame. Ah, oké. Weet je, Justin? Ik vind dat je je taak voor vandaag goed genoeg hebt uitgevoerd. Je mag naar Robin toe. Hij is er niet af. Oh, je maakt die dingetjes maar af en dan mag je. Ja, maar weet je hoe dat komt? Ik kan het niet afmaken, want ik heb de spullen niet. Ga dan daarna gewoon /shop. Ik heb je 1 miljoen gegeven. Ja, maar meneer. Meneer. Wat nou, meneer? Ja, wat meneer? Ze zijn er niet. Wat mis je? Bakstenen? Ja. Nou, dan gaan we hierheen. Kijk. Gaan we naar deze kist hier. Ja, en dan zie je hier geen bakstenen. Denk je, nou, oké, prima. Yeah. Kijk, in deze kist ook geen bakstenen. Nee. Wat we dan doen, is lopen we naar binnen. Ja. Yeah. Deze route. Zo. Nee, de kat. Kom, pas op voor de kat. Oh ja, je hebt dan kijk, hier in de furnaces. En dan zitten er miljoenen bakstenen in de furnaces, man. Ja, maar wie stopt het ook? Gewoon in die furnaces kijken, jij. Ja, sorry. Pardon. Ik ben ook in één keer level 15. Hij is af. Ja? Ja. Wauw, dit ziet er goed uit. Je zit niet trots op je. Ja, ik ben echt trots op je. Ja. Heb je goed gedaan vandaag weer. Nu mag je weg. Je bent klaar. Maar ik wil al mijn spullen terug. Nee. Ah. Is wel gemakkelijk. Hey. Nee. En zo sta je ineens bij mij, Justin. Hoe kan dat nou? Ik kwam weer van daarboven. Ja. Vet, hè? Ja. Max, mijn eiland zit onder jouw eiland, volgens mij. Ja, ik denk het ook. Hij viel op jouw eiland, volgens mij, of niet? Ja. Ja. Hij is ineens hier. Zo, hoe heb hier. Je er ongelooflijk veel spanners te zitten? Dat is van Max. Oh, dat is, oh ja, dat is het eiland van Max. Ja, sorry. Wist ik echt niet meer. Nee, niet dat. Leuk, Justin. Ja. Ik zie je hierboven. Justin. Ja, nee. Je kijkt naar jouw taak. Nee. Je kijkt naar jouw taak. Justin? Waar ben je nou? Justin. Is hij weg? Hey, Justin. Hey. Hij was mijn huis in gevlucht. Yeah. Ja, Justin. Je kijkt naar je taak. Volgens mij moet je... Zou ik anders even gras gaan maaien? Misschien even met de tuin bezig. De tuin eventjes weer netjes maken. Dan zit er zo'n rommeltje natuurlijk. Laat ik dat gewoon doen. Misschien wel beter. Nee, dat hoge gras, dat wil ik. Hallo. Laat dat hoge gras er staan. Sorry. Dank je. De kip vind je lief. Ja, dat weet ik. Kijk, Wat vind je hier nou van, Justin? Ja, wat is die pukkel daar onder te nemen? Ja, ik weet het ook niet. Max heeft dit voor mij neergezet. Wat lief. Nou, ja. Maar als je nu kijkt, hè? Ja. Wow, vet. Gewoon precies hetzelfde. Wat wil je zeggen, Justin? Niks. Waar doel je op? Gewoon, hij lijkt op jou, toch? Of heb ik het mis? Ja. Sorry. Inderdaad. Goed zo, Justin. Max? Ja? Hou nou eens op. Met wat? Wat ben jij aan het doen, Max? Ja, ik ben gewoon rustig even een beetje aan het renoveren met die poortjes, weet je? Ik wil ze niet allemaal hebben. Hoezo? Ik wil alleen... Nee, niet die jij gemaakt hebt. Die staan nog gewoon prachtig zoals ze zijn. Ja, Justin, zo zie je maar weer. Hij waardeert jouw werk niet. En dat kan hij niet zo doen. Dat is enorm. Zijn persoonlijkheid. Justin, ik ga jou laten... Ik laat jou kiezen wat je wil doen. Dat is fijn, toch? Ja. Oké. Maar... Dan komt daar de keuze. Of... Oké, keuze 1. Ja. Je haalt die bomen weg. Ja. Ja? Oké. Okay. Ja. Keuze 2. Je haalt alleen de bladeren weg. Keuze 3. Alleen de vines. Keuze 4. Maak zo'n beeldje, maar dan aan de andere kant van een ander dier. Ja. Of keuze 5. Of was ik al bij 5? Ik weet het niet eens. Ja, kan wel dus. Of keuze 5. Ja. Maak een toren. Een toren. Toren. Wat is random ineens? Nee, ja, jij ziet het niet, Max. Justin ziet het. Ik moet van dat een toren proberen te maken. Ja. Ik kies voor het dier. Oké, ik ga jou ook de spullen geven dan. Ja. Welke spullen maar, heb je nodig? Maar. Eerst iets anders. Kom maar. Wat dan? Ja, ik wacht. Op wat? Ja. Wat? Nou, ik heb nog steeds niks op mijn bank gezien. Helemaal niet. Ja, hij kost 1 miljoen, hè? 1 miljoen, hè? Hij kost 1 miljoen, die Justin. Ja, maar nee, je hebt... Ja, jij hebt 1 miljoen van mij gekregen, dus je hebt hem wel. Ik ga even kijken. Justin, ik geef jou... Ziet dan maar wie het meer gunt. Ik krijg echt mega veel geld van Matton. Matmon. Kijk eens, je hebt 1 miljoen gekregen, Justin. Justin, kijk uit! Justin, ga weg! Nee, Justin! Wat is er gebeurd? Ja, helemaal niks. Het klopt niet alsof er helemaal niks is gebeurd. Wat is dit nou weer? Wow. Vet, ja. Hè? Max stond zojuist even een creeper op mijn eiland. Hoe kan dat? Maar ineens was die ook weg. Echt?
Mm-hmm. Oké, Justin. Hier, nog eentje dan. Justin, kijk uit. Justin. Nee. Is hij nu weer? Justin, wat gebeurt hier? Ja. Oh, ik weet zeker dat hier een spanner staat. Max. Wat? Ja, ik zie de spanner. Wat is dit? Waarom zit er een creeperspanner in mijn boom? Van die creepers nu, ik was hem al helemaal weer vergeten. Dat heb wat ik echt is dit? Dat heb ik vorige keer gedaan. Toen we gingen wisselen van eiland. Oh, tot ziens, creepers. Oh, ben je nou weggegooid? Jazeker. Ik heb gelukkig mijn mob damage uitstaan op mijn eiland. Dus, ik niet. Ik neem het risico. Ik hou wel van een beetje risico. Ja, ik niet. Justin, mm-hmm. Hier heb je nog een ton. Ja, ik mis nog 7 ton. Nee, ik ga niet een miljoen geven. Max, die heeft veel meer geld te besteden. Nou, hier heb je er nog 2 en daarmee is de zaak afgedaan. Ja, dan ja, nou, krijg je een half dier. Ja, een miljoen. Ja. En hij heeft nu een half miljoen gegeven, dus krijg je een half dier. Ja, het is niet anders. Ja, nee, ik ben heel duidelijk daarin. Even kijken. Oké, okay, nou nog 3 ton dan en dan is het echt genoeg. Ja, maar hij wordt dus niet af. Justin. Ik ga mijn dagelijkse beloning claimen, jongens. Nog een ton dan. En dan heb je al 9 ton. Ja, dat is nog steeds geen miljoen. Hier nog 99.999. Ja, klopt. Dankjewel. Ik heb een stek wortels gekregen. Ik ga Justin vissen, jongens. Ik heb zojuist geld gekregen. Hoeveel heb je inmiddels? 999.999 euro. Gekregen? Ja. Dat is geen miljoen. Nee, dat wou ik ook zeggen. Dat is blijkbaar weer. Hier, nou, ik ga lekker vissen, in. Jongens. Ik ga lekker met 10 vissen vangen deze aflevering. Als 200 is te veel. Ja, dat is zeker te veel. Want nou, dan heb ik jou meer gegeven, dus Mark moet mij weer betalen. Maar Justin, okay. Zeg even wat je nodig hebt, want dan kun je een beginnetje maken. Ja, ik weet het niet. Ja, hoezo? Je gaat toch zo'n mooi diertje maken? Ja, dan moet ik even bedenken wat voor dier. Ja, nou, je hebt niet zo heel veel keuze. Hoezo niet? Oh, trouwens, je koopt het zelf maar. Oké. Okay. Veel plezier, Justin. Ik ga beneden nog even verder. Weer creepers op het eiland. Zo heb ik nooit creepers? En dan heeft Max weer een keertje op mijn eiland rondgelopen en heb ik ineens creepers. Nou, dankjewel, Ik heb Max. Helemaal niks gedaan. Nee, het is al goed. Het is al goed. Ik ben gewoon rustig aan het vissen, alsof er niks aan de hand is. Oh, nee. Wat is er, Justin? Ja, ik druk op een verkeerde knopje en is mijn hele inventory vol met één soort blok. Wat heb je gekocht dan? Ja, 64 yellow terracotta. En nu is je hele inventory vol met yellow terracotta. Ja. Wat is dat? Ja, dat probleem dat had ik ook een paar afleveringen geleden. Ja, verschrikkelijk. Nou jongens, ik heb al 10 vis gevangen, maar omdat ik zo'n snelle nieuwe hengel heb, ga ik er gewoon nog 10 vangen. Heb ik er 20 gevangen deze aflevering. Laten we gewoon eens gek doen. Nou nee, Robin, als je dit straks ziet, hè, als hij af is... je weet niet wat je ziet. Nee, is het dan mooi? Nee, ik bedoel, je weet niet wat je ziet. Nee, ja, dat is toch hetzelfde? Oh nee, dat is niet hetzelfde. Nee, maar je moet gaan raden wat voor dier het is. Van, ja. Oh, het wordt zo slecht? Nee, natuurlijk niet. Maar anders moet ik Max weer inhuren. Nee. En dan wil ik toch graag die miljoen terug. Betaald is betaald. Max, kun je hem tips geven? Linksboven en rechtsonder. Ja, welke? Linksboven en daarna rechtsmidden. Oké, okay. Top. Thank you. Wat doet er nou ook weer een skeleton op mijn eiland? Wat is dit er allemaal, Max? Ik heb geen skeletonspannen gespand. Ik ook niet. Of gespand, geplaatst. Weet je dat heel zeker? Ik weet het heel zeker. Die heb ik toen geplaatst, maar die heb jij toen gesloopt, toch? Ja, dat kan kloppen. Op het dak van je eiland. Op het dak van je toren, van je huis. Ja, dat kan kloppen, maar... Oeh, schat gevonden, een pickaxe. Oeh, die ga ik... Oeh, dat is zometeen jouw beloning, Justin, nog een extra pickaxe. Nog meer? Jij krijgt een goeie van me. Dat is wel lief. Ja, toch? Ik vraag me wel af, Robin, die miljoen euro waard is. Oh, jee. Maak hem maar gewoon een beetje zoals die andere. Ja, nee, dat klopt. Hé, hey, ik heb een nieuwe hengel gekregen. Oeh, die is ook nog een Enderman. Goed. Nee. Oh, Max, ik vind het niet meer leuk. Jij hebt mijn hele eiland gedoemd. Ik heb helemaal niks gedaan met je eiland. Je bent dood door een Enderman. Oh, mijn god. Ja. En ik heb 10 vissen gevangen. Dus dat betekent, Robin, dat ik even op bezoek kom bij jou. Is dat zo? Justin, wat is dit? Het lijkt wel een mannetje. Wat is dit nou weer? Ik kom naar mijn home toe. Wat is dit? Wat is dit, Justin? Het is een... Wat wordt het? Het lijkt wel een mannetje met armen en... Nee, of is kip? Let maar op, dit wordt een kip. Oh, het is een kip inderdaad. Oh mijn god, Justin. Mooi, hè? Wat mooi, inderdaad. Ik ben een natuurtalent, wat prachtig. Hier, wacht, kijk, ik heb deze voor je en dan heb ik ook deze voor je. En die zijn allebei dan van Robin, wat die ze oppakt. Ja, mijn inventory zit vol met yellow terracotta, zeg ik. Robin, wat heb je gedaan deze aflevering? Laat het zien. Een project uit handen gegeven. Ja, dat is dit, dus... Terwijl ik zei dat het op dit moest lijken. Ja, het kan nog.
Het kan nog. Is het af? Goed, nee. Dan hebben we deze boom nog steeds. Ja, de boom der bomen, heilig nog steeds, inderdaad. En dan hebben we hier beneden de netherite blokken weggehaald en het begin gemaakt van de toren. Oh, en een creeper hier beneden. Ontploft die ja, ook? Ja, het is echt niet normaal. Hier, kijk. Hoi. Huh? Hoe kan dat? Waarom ontploft hij niet? Ja, daar heeft hij helemaal geen zin in. Dat snap ik ook wel. Hoe kan... Ik... Waarom ontplofte die niet? Nogmaals, dat snap ik ook wel. Daar heeft hij helemaal geen zin in. Kan ik jou... Ah, doe eens niet! Nee, hé! Hey. Nee! Waarom kan ik jou niet... Hallo! Nee, nee! Kom hier, dat werkt niet goed. Sorry. Ik zal het niet meer doen. Als beloning krijg je deze van mij. Een dagelijkse sleutel. Nee, dat wil hij ik niet. Hij ligt hier. Hij ligt hier. Kijk. Hier. Dat ging niet om jou. Nee. Oh man, ik ben er helemaal klaar mee. Justin, het kippetje ziet er al goed uit. Ja, toch? Ja, het ziet er echt... nu snap ik dat het een kippetje is. Nu zie ik het ook. Ja, net was het nog een beetje lastig. Oh ja, ik, prachtig ja. Maar ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Maar Max, ik denk dat dat iets is voor de volgende aflevering. Ik denk dat het ook iets is voor de volgende aflevering. Justin, ik heb nog één cadeautje voor je. Hier, een boekje. Maar dit is voor omkoping. Hoezo omkoping? Hier, ik neem de bruine terracotta wel. Die gooi ik wel even weg. Zo. Had je die nog nodig, die bruine terracotta? Ja, vast wel. Jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Justin en Robin, die komen gezellig bij. Ik wil mijn spullen nog terug trouwens. Volgende aflevering gaan we de spullen teruggeven aan Robin. En dan gaat hij mijn spullen teruggeven aan mij. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. Wil jij nou ook gezellig meespelen op deze server? Dat kan natuurlijk. Het is een hele gezellige, drukke, volle server. Je kan ook paaseitjes zoeken. Er is van alles gaande. Join zeker even. Dit is het IP. Hiermee kan je joinen. Speel je nou Bedrock Edition? Dan moet je met deze poort joinen. Dit IP, deze poort, dit IP, deze poort. Speel je alleen op PC. Hoeft je alleen dit IP te gebruiken. Hartstikke leuk. En als we toch naar dit gedeelte van de video aan het kijken zijn, moet je ook even deze video kijken. Weet je hoe leuk het is om deze video te kijken? Dit is namelijk het vorige Skyblock deel. Snap je nou niet waarom Robin vermist was? Moet je gewoon even deze kijken. En dan nu, Justin, doe jij de outro? Abonneer en reageer. En dan zien we jullie de volgende keer. Doei!